keer ons spel blijven spelen en we zijn stilletjes aan een beetje uitgelopen. Begin tweede helft was zeer goed. En dan gewoon eigenlijk de voorsprong moeten houden en zo, dan moeten we gewoon een beetje geconcentreerd blijven. En dat was vooral het belangrijkste, denk ik, dat we 40 minuten geconcentreerd blijven. Angola lijkt echt wel een versterking voor jullie ploeg, maar hoe hard missen jullie Lassisi op dit moment? Oh, natuurlijk. Zonder Lassisi, dat is een hoop punten, een hoop dat je verliest eigenlijk in je spel. En dus hebben we zeker die Angola nodig voor dat op te vullen. En zo is natuurlijk een missie in Eli's spel. Eli is een geweldige speler, dat kunnen we zeker en best gebruiken. Maar ik denk dat we met Angola ook wel goed zitten. The environment with the people and everybody. Really support this team and just coming in to a great program that they have built through the years. It's just amazing to be able to play here and win the first game. All right. And can you describe yourself as a player to the public here in Belgium? I would say a very versatile player. I like to play defense, I like to shoot the ball. I attack the basket, just a very versatile player. I think that we have a spell that works. We have a spell that we should have 40 minutes every wedstrijd blijven doen, geconcentreerd zoals dat moet. Dan denk ik dat we tegen iedereen kunnen winnen. Dus dat is gewoon het belangrijkste. Om 40 minuten blijven doen wat we moeten doen.